Hoi allemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe video en vandaag heb ik een foundation routine voor de feestdagen, want ik vond het wel leuk om wat gewoon te doen. Gewoon net wat extra's dan mijn eigen normale routine. Eigenlijk doe ik dit eigenlijk bijna elke dag wel, maar want het is best wel saai om dat elke keer in een kerstlook te laten zien. Dus daarom vandaag in deze video. En ja jongens, ik heb geen vest staan, maar ik was vergeten om dat aan te doen. En sorry van mijn stem trouwens, want ik heb dus dit al een voice-over gedaan. En ik ben nu best wel verkouden nu aan het worden. Ik ben een beetje ziek aan het worden, denk ik. Dus let gewoon niet op mijn stem. Maar dan, dit is dus mijn video vandaag. Dus, en de eerste kerstlook kan je verwachten op woensdag, denk ik. Dus, en trouwens, mijn kerstboom staat nu op de achtergrond, want ik film nu eventjes op deze plaats. Want anders moet ik elke keer die kerstboom verschuiven. En dat is ook zo irritant, want dan gaan die dingetjes verschuiven. Maar hij staat niet helemaal in het beeld trouwens. Maar trouwens. Oké. Dat dus. En dan was dit mijn video weer. Dus doe zeker een duim omhoog. En ja, dus ja. Gebruik ik een foundation. En deze is van Essence. Dit is de Camouflage High Comfort Concealer. En ik smeer het. Ik breng eerst stippels op mijn gezicht. Of eigenlijk gewoon strepen. En dan ga ik het uitblenden met mijn Ethos Puffer Brush. En smeer het goed uit. Omdat je wilt geen foundation streep zien op je foto. Als je kerst gaat vieren ook bijvoorbeeld. Of iets anders. En sorry, mijn telefoon gaat af. Maar ja, dat is dus wel te horen. En ik doe rond draaiende bewegingen en dat is ook wel handig. En dan concealer. En dit is de concealer van Catrice. En dit is de High Comfort Concealer in de kleur nummer 05. En dit is de lichtste kleur trouwens. En ik breng het aan, of smeer het uit met de Ethos Buffer Brush. En dan afpoederen eerst onder mijn ogen met de Essence Powder Brush, heet het volgens mij. En dat is gewoon een kleine kwastje om daar echt goed onder de ogen mee te gaan. Dan met een grote kwast en daar ga ik het gewoon helemaal mee afpoederen. En dan, je wilt dit gaan glimmen op een foto voor kerst bijvoorbeeld of oud en nieuw. En dan de natuurlijke contouren. En ik gebruik deze van Catrice. Zo'n paletje. En een Ethos Buffer, nee, de Ethos Contour en Highlight Brush is dat. En ik gebruik deze al heel erg lang daarvoor, dus. En ook op mijn voorhoofd, en op mijn wangen, en op mijn neus, en op mijn kaak, of hoe dat ook heet. Bij je nek daar zo. En dan een blush en ik gebruik deze van Catrice, de middelste kleur, met een Essence blush brush, zo'n afgesneden kwast. En dan natuurlijk highlighter en deze is van MAC, dit is de soft in de kleur Soft and Gentle. Hij is echt heel erg mooi met een Ethos kwast, ik weet niet hoe die heet. En dan was dit mijn hele video weer, dus doe zeker een duimpje omhoog en als jij kerstlooks wilt zien, dan komen die er snel aan. Dus ja, doe zeker dat duimpje omhoog.